Oostende, ja. 4 januari 25. Wat voor gezin? Een vissersgezin. Mijn vader was Noordzeevisser. En is in de Noordzee vergaan. Met man en muis. En met mijn tweede broer, die 9 jaar was, die mocht een keer mee. En normaal moesten ouderen meegegaan zijn. Maar die was stout geweest of wat. En de tweede wil gaan. De tweede enthousiast meegegaan is nooit meer teruggekomen. Ik was 9 jaar oud. Ja, zijn moeder ging werken. We zagen het soms niet overdag. We hebben elkaar opgevoed. Zeg. Er is daar een meisje, een dienstmeisje, dat geholpen had toen mijn moeder ziek was. Geholpen had om de was te doen. En die is dan gebleven. En die heeft ons opgevoed. Gevoed, ja. De opvoeding hebben wij zelf. Ik weet niet wie mij opgevoed heeft. Wij hebben elkaar opgevoed. Niet de oudste broer, die zeven jaar ouder was dan ik, maar dat kwartet van 3 meisjes en ik. Eerst een zus, nog aan de foto, dan nog 2 jaar ouder dan ik. En dan ik zelf en dan 2 meisjes weer, elk jaar later. Wat had al dat gezelschap, he. Goed, dat is mijn achtergrond. Ja. Ik ben getreden in Gijs in de oorlogsjaren nadat we, na een pooi, het jaar 40, 41, schooljaar 6 september, 40, dat was poëzisch. En dan hadden we een geweldig jaar. We gingen naar de school als naar een feest, al bombardeerden met het avontuur in Oostende. En van een geweldige leraar, aan wie ik veel te danken heb. Mm-hmm. Ja. We waren met 38 ingetreden. Amai. 38. Er zijn er nog 2 over, ik en iemand die in Antwerpen zit nog. Antwerpen was het centrum, ja. Ja. Het vormingscentrum. Ja. We bleven daar 2 jaar voor een officiaat. En dan bijna iedereen, en nog een derde jaar, wat ze noemden juvenaat, dat eigenlijk klassieke filologie was, het begin van de klassieke filologie. Mm. En degenen die verstandig genoeg waren, en de meesten waren dat, die deden nog kandidatuur met examens bij de Centraal Examencommissie. Ik heb nooit een voet aan de universiteit gezet. Heb ik alles langs Centrale Examencommissie gedaan, tot en met de aggregatie. Ik dacht, ik had niet zoveel leren in de universiteit. Iedereen moest, als het kon, 2 jaar klassieke filologie doen. Een enkele keer was er één die na de eerste kan iets anders mocht doen. Kandidatuur Romaanse, zoals die mijn huisgenoot hier, mijn goede vriend, Paul de Greef. Maar dat was de normale weg. Waarom? Omdat we zoveel colleges hadden en de paters waren leraar, toen ik leraar werd, direct na mijn 2 jaar klassieke filologie. Ik was dus 4 jaar, ik was 4 jaar binnen en moest dan filosofie doen, 3 jaar in Nijmegen. En toen ik terugkwam, werd ik leraar, 1 jaar in Turnhout en dan 2 jaar in Brussel in Sint-Jan Bergmans. Juist toen Sint-Jan Bergmans vervlaamst werd, dat was een Franstalig college met de Vlaamse sectie tot 50. En juist dat ik kwam, werd dat een Vlaams college met een afstervende Franse sectie. En daar stond je dan met alleen paters. Zo kon dat financieel draaglijk zijn, want dat was nog voor de wet Harmel. Dus we moesten leven van het schoolgeld van de kinderen. Maar goed, ik heb 2 jaar in Brussel een heerlijke jaar. Nu, waarom ik gekozen jezuïet te worden? Ik sprak daarvan poëzisch. Die leraar, ik was natuurlijk nogal verstandig, ik was ver weg de knapste van de klas. En deed dan sport, was leider van de KSA en zo. Ik was de grote hoop van die leraar die het in mij gezien had en die vraagde me op een zeker ogenblik, wat ga je nu doen later? En dat was in 2 etappes. Ik wist al als jongen, ik weet niet, al een jaar of 10 of 12 jaar, dat ik priester ging worden. Waarom weet ik niet. Ja. Dat denk ik. En ik zo'n beetje tegenzin zelfs. Maar, en toen ik die stap eenmaal gezet had, ja, ik word dat, dan vond ik dat nog niet genoeg. Ik heb altijd zo'n een overstijgingsdrang gehad. Toen ik jaren pastoor was in de bergen, al de bergen die ik daar lag, daar moest ik eens boven komen. Hè. En toen dacht ik dat niet genoeg. Er is een kloostergroep en in Oostende was
Schut was zo het ideaal. En dan ging ook schutist worden. En nee, dus die leraar, poëzisleraar, vraagt me, zei, wat ga je doen? En ik zei, schutist worden, dat mag je niet, zei ik. Zomaar. Je moet jezuïet worden. Ik dacht, ik had er nooit aan gedacht. En achteraf, toen ik begon het een beetje te vergelijken, zei ik, ja, eigenlijk waar. Ik was geschikt daarvoor. En ben het dan maar geworden ook. En tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft Strakke, de naam ken je wel, hè? Mm-hmm. Strakke heeft in theologie daar in de Minderbroekestraat, waar onze theologie zat, die sterk Frans gericht was. Al Vlaamse theologie, Frans domineerde daar, heeft daar een Vlaamse academie gesticht. Waar de Vlamingen, ja, en als straf daarvoor is hij dan het jaar nadien voor zijn tweede jaar theologie naar Polen gestuurd. Maar dus die Vlaamse academie is blijven bestaan. En toen ik er in theologie was, werd ik daar voorzitter van. En ik zei hem, we gaan nu een sessie aanbieden met als thema de zin, de apostolische zin van het apostolaat van de jezuïet in het college. Want Ignatius heeft helemaal niet aan scholen gedacht. Als je dan leest wat hij wilde, dat was sacrament, preken en sacramenten toedienen en zo. Nou, het is toevallig is het de school erbij gekomen. Dus het was dan eenmaal zover en ik dacht, dat moet ook zijn zin hebben. Niet anders zijn dan een neutraal college, zou ik zeggen. Dus ik moest ook een voordracht houden daar. En nadien roept hij mee, zegt hij, beste man, u gaat naar het college. Op dat moment gaf hij mij als opdracht om de handboeken van Gerebaert, dat was alles was Gerebaert, dat betekent alleen maar tekstuitgaven met aantekeningen voor de leerling, om dat te vernieuwen. Ik, naïef, niet denkende wat erachter stak, ik zag daar direct iets creatiefs zijn, we moesten niet alleen doen, maar ze waren met z'n tweeën. En we waren een ideaal team daarvoor. Achteraf zegt hij, heeft daar twee mannen gekozen zonder te weten dat het juist die waren die het zouden kunnen. Hè. Dus hij stuurt me naar Drongen, omdat daar de bibliotheek van Gerebaert nog stak. En de grote Hellenist, iemand die prof had moeten zijn hier, maar omdat hij een kloosterling was, mocht hij hier geen prof zijn, hè. Miro de Strijker. Omdat hij daar was, konden we altijd bij hem terecht voor als we problemen hadden. Dus wij zijn daaraan begonnen. Ik dacht, een pedagogische bedoeling, van mijn kant wel. Maar ik vermoed dat daarachter financiële bedoelingen zaten. We zagen toen alleen dat er iets meer met dat Latijn en Grieks te doen was, dan alleen maar tekstuitgaven met voetnoten. De leerlingen moesten proberen te ontcijferen wat er in de tekst stond. We wilden er iets echt van maken. Toen werd ik tegelijkertijd inspecteur oude talen, omdat de studieprefect, die ook inspecteur was, overste werd in de Minderbroederstraat en geen tijd meer had om rond te trekken. En hij stuurde mij, ik was zijn poulain eigenlijk. Hij stuurde mij en zo kwam ik tot de conclusie dat al die mooie handboeken die we maakten totaal nutteloos waren als de leerlingen niet in staat werden gesteld om te leren lezen. Niet moeizaam ontcijferen wat er staat, daarvoor dient die Latijnse auteur niet. Die heeft een boodschap te vertellen aan ons, sommigen helemaal niet. César had men niet mogen opnemen in dat programma, maar die jezuïeten zijn begonnen in de 16e eeuw. En wat vroegen de mensen dan? Latijn en Grieks. En de schaalste Latijn en Grieks, die jezuïet. Hadden ze toen wiskunde gevraagd? En wat kon men aan die leerlingen geven? De gemakkelijkste auteur was nog César. Men dat zou moeten verbieden. Als er daar één woordje seksueel klonk, dan werd dat vervangen. Maar dat men daar afslachtte van zo, geen enkel probleem. Maar goed, dat zag ik toen ook niet. Wel, toen ik een Liefjes uitgegeven heb, vermeed ik de veldslagen al en heb ik dan de teksten genomen die de opkomst van de democratie in het einde van de zogenaamde tien mannen, die tien tirannen kun je zeggen, heel die geschiedenis, dat vond ik de moeite waard, inhoudelijk, maar goed. Taskus heb ik dan
dus er geen, geen veldslagen meer in. Dat is het drama theater, ik heb het boek ook zo genoemd, het drama van een imperium. Want de oorzaak van het niet kunnen lezen is dat ze niet geleerd hebben. Ze hebben leren themaatjes maken. Hoe leer je een vreemde taal? Door ze in golven over te laten komen. En dus moeten ze veel op hun niveau, alles op zijn niveau, Latijnse teksten krijgen. En dus ik schreef er zelf vanaf het begin. En met het principe, alleen ze moeten dat leren wat het frequentste is. Het was begonnen om Gerebaard te vervangen, maar ging dan op den duur vooral mee bezighouden met het vervangen van Boudens. Dus dat is een enorm succes geweest. Op zeker ogenblik was dat het handboek als legende. De naam bestaat nog altijd. Ja, ja. Dus dat al drie keer herschreven naam heet. Ik heb mijn laatste handboek ingeleverd in 1995. Ja. Ik heb het ervaren als inspecteur. Ik kom in de zesde, groot enthousiasme, en dat vermindert zo. In retorica, dat is de druppel die de emmer deed overlopen. Een goede leraar, een goede leraar te zijn. De eerste Catilinarissie van Cicero, de peroratie. Juist als hij al zijn registers gaat opentrekken om Catilina de stad uit te krijgen. Janssens lees, en Janssens sukkelt door die, en zo. Maar toen we hier onze tijd verliezen. Ja, en toen ben ik dacht, het ligt aan de methode. Ze hebben hier nooit leren lezen, dus een methode die leert lezen als legende is dan begonnen. En dat is een groot stuk van mijn leven gevuld. 40 jaar lang heb ik handboeken geschreven, in hoofdzaak handboeken voor die methode. Het verhalen, het eerste verhaaltje, alles in de eerste in presens houden, dus in dialoog. Dan heb je moet maar een paar vormen kennen dan. Gewoon gesprekjes en dan een bewerking van de aulularia van Plautus op heel eenvoudig niveau en dan hetzelfde handboek in de tweede helft een anekdote uit een rede van Cicero uitgebouwd tot een detective story en die was zo goed dat hier in onze lieve vrouw in Teilhard in Heverlee de lerares op zeker ogenblik ontdekte dat de leerlingen al twee lessen verder waren thuis omdat ze het verhaal wilden lezen. En dan is het boek afgeschaft. Het eerste wat ik geschreven heb met hulp van de strijker, van Emile de Strijker, was Antigone. En Antigone is verschenen in 57. Ik ben begonnen in 56 en 57 was het boek daar. En dus het was dan 95 geworden en was afgesloten. 40 jaar praktisch. Ondertussen andere dingen genoeg gedaan. Ik was ondertussen leraar in Paridaans, retorica leraar in Paridaans. Hield conferenties enzovoort, links en rechts, over, vooral over een thema wat ik noemde open school. En dat was eigenlijk de dialoogschool van nu. Daar was ik al mee bezig. Het is onzin om de kinderen, om die jonge mensen naar godsdienstige oefeningen te dringen die voor hen niks betekenen. Ik werd links en rechts gevraagd om op pedagogische dagen te komen spreken. En ik begon te schrijven en streven. Ook het leven aan toevalligheden in elkaar. Waarom ik dan in streven ben gaan schrijven. Het was de synode van de bisschoppen in Rome. Zorg de schrijver, de theoloog, schreef voor streven dan. Maar die liet mij alles lezen, omdat ik het Nederland nog een beetje zou bijpoetsen. En ik zeg hem, Zorg, dat is heel interessant hoor, maar het heeft eigenlijk niks te maken met het thema van Rome. Dat is de penitentia, maar penitentia is de technische term voor de biecht in het Latijn. Dus niet de confessione, maar de penitentia. Wat schrijf dan zelf iets, zei ik. En ik schrijf zelf iets. En dacht, goh, zullen ze dat aannemen en streven? Antwoord van Frans van Bladel, die toen hoofdredacteur was. Jongen, dat is steengoed, je moet meer schrijven. En dan ben ik begonnen te schrijven en streven. En voordrachten aanhouden, enzovoort. En in de 90er jaren heb ik opgehouden in streven te schrijven. En ben ik, wegens een conflict met de nieuwe hoofdredacteur, overgeschakeld naar een tijdje voor geestelijk leven. En daar schreef ik artikelen zo, een beetje uit mijn inspiratie. Ik was toen al in Oostenrijk. Ik was al jaren in de zomer 14 dagen daar geweest. Er kwam er een jonge pastoor, ik kwam er heel gehouden, goed mee bevriend geraakt. En toen dacht ik, ja, ik moet toch een jaar iets anders doen dan handboeken schrijven. En in 1995 leverde ik mijn laatste handboek in. Oh, dan ga ik een jaar hem helpen. Dat was de bedoeling. En dat die in de jaar, dat zijn er 21 geworden. Het is allemaal interessant, maar wij maken themanummers. Het moet
moet over een bepaald onderwerp gaan, van verschillende kanten benaderen. En ik schrijf iets dat er niks mee te maken heeft. Ja. Hij had er al 2-3 artikelen van mij liggen die hij niet kon publiceren. En toen zei hij, ik heb nog veel meer te vertellen hoor. En samen, van de twee kanten hetzelfde idee, we gaan er een extra nummer van maken. Want af en toe gaven ze een extra nummer uit in het tijdschrift voor geestelijk leven. En dan is dan de droom van Nebukadnezar geworden. En het tweede deel, toen ik dat klaar was, dacht ik, goed. Nee, zeiden ze, je roept alle soorten vragen op waar je moet op antwoorden. En dan is het jaar, 2 jaar nadien, het was eigenlijk klaar het jaar nadien, de uittocht uit het eerste stuk in Mythe gekomen. En dan op verkenning in een nieuw land, dat is een rare zaak geweest. Dat is op zeker ogenblik, toen ik al bij Peltmans mijn Al is er geen God in de ogen uitgegeven had, dan zegt hij mij, zegt zijn lector, maar je zou dat die tweede brochure, Uittocht uit de christelijke mythe, zou als boek moeten verschijnen. Dus ik zeg ja, maar er was toen al jaren, zeker al 6-7 jaar voor mij, dacht de brug van de droom van Nebukadnezar, het begin van de droom van de uittocht. Ik ben ondertussen al veel verder dan wat ik daar geschreven heb. Ik moet de hele inleiding herschrijven en dan is dat de eerste twee hoofdstukken van het op verkenning in een nieuw land. Ja, die definitie, deze hebben de bedoeling om het christelijk geloof te verzoenen met de moderniteit, dat is zeker dat. Want daarom ben ik moeten ophouden met streven. De nieuwe hoofdredacteur vond dat ik te modern dacht. Nee, te positief stond tegenover de moderniteit. Ja, en dan heb ik gezegd, dan ben ik naar overgegaan naar Tijdschrift voor Geestelijk Leven, omdat die op hetzelfde moment vroeg die mij een tekst van een voordracht die gehouden had in Kortrijk en die streven mij gevraagd had. En tegelijkertijd de redactiesecretaris, die ik ook persoonlijk goed kende, van Tijdschrift voor Geestelijk Leven ook gevraagd had. En ik had dat gezegd, juist, hij gaat naar streven, maar toen streven hem niet wilde, is hij naar Tijdschrift voor Geestelijk Leven en ben ik daar blijven schrijven. En op de duur is dat eruit gekomen. Het is al toevalligheden eigenlijk. Ik zou er anders nooit aan gedacht hebben om zoiets te publiceren.